Nee, dit is een korte demo om te laten zien hoe je een artikel kan uitlichten hier in deze groep. Dit is de homepage, daar staan allemaal artikelen op. En stel je voor dat we deze of deze willen uitlichten. Hier zie je het zwart-wit plaatje. Hier zie je hetzelfde artikel, maar nu een volledig. Dan zie je hem groter. Dat heet hoger en in kleur. En daarvan willen we een uitsnede hier automatisch uitlichten. Dat doe je door een in de note queue te zetten. Note queue is een technisch woord voor een wachtrij van artikelen. En dan zeg je een add to queue. En hij is nu toegevoegd. Er mogen maximaal 20, dat is zo geconfigureerd, in deze wachtrij staan. Er staan op dit moment 7 in. De eerste 3 worden getoond. We gaan naar de queue. Wachtrij. En het was deze. Die zetten we op nummer 1. Druk op opslaan. En je ziet dat hij hier nu uitgelicht is. Redelijk simpel. En op die manier kan je heel snel lijstjes bijhouden en automatisch van bepaalde dingen laten zien. Ik had ook de titel kunnen laten zien of het aantal comments. Dit even als demo voor een video.